Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken naar verschillende soorten evenwichten. Homogene evenwichten, heterogene evenwichten en verdelingsevenwichten. We onderscheiden drie soorten van evenwichten. Homogene, heterogene en verdelingsevenwichten. Hoewel die laatste, de verdelingsevenwichten, een onderverdeling is van een heterogene evenwicht. Die hoort daar weer bij. Maar dat gaan we straks nader bekijken. Eerst de homogene evenwichten. Homo betekent gelijk en geen betekent in dezelfde fase. Dus de reagerende stoffen bevinden zich in dezelfde fase. En daar hebben we al een voorbeeld van gezien, want we hadden die reactie met NO2, waarin dat NO2 een bruin gas is en dat N2O4 een kleurloos gas. En dat evenwicht, dat een evenwichtsreactie is, hebben we in een eerdere aflevering al gezien. Dus dat betekent dat ik hier een evenwichtspeil moet tekenen. En omdat we hier NO2 een gas is en dat N2O4 een gas is, bevinden die gassen hier in die buis zich in dezelfde fase, allebei in de gasfase. En dat betekent dus dat dit een voorbeeld is van een homogeen evenwicht. Goed, gaan we verder kijken. Een heterogeen evenwicht, dan bevinden de reagerende stoffen zich in verschillende fasen. Nou, ik heb hier een voorbeeld van het oplossen van keukenzout. Als we hier dat keukenzout oplossen, dan zal dat keukenzout oplossen en je krijgt vrije ionen. En dus als we daar een reactievergelijking van maken, ziet dat er zo uit. Hoewel een reactievergelijking is eigenlijk een oplossing. Het oplossen, maar in ieder geval een aflopende pijl, want alle ionen die we net hier hadden, even terug. Al deze ionen, die zitten hier nog in een ionenrooster, die gaan allemaal vrije ionen vormen, dus een aflopende reactie. Maar stel je nu voor dat ik alsmaar door blijf gaan met keukenzout toevoegen, dan zal op een gegeven moment die oplossing verzadigd worden. Met andere woorden, op een gegeven moment zal zo'n schep natriumchloride niet meer oplossen en dan krijgen we natriumchloride op de bodem. Maar betekent dat dan dat hier helemaal geen evenwicht of helemaal geen oplossen meer gebeurt? Jazeker wel. Er zullen best ionen zijn, natriumchloride, die de oplossing ingaan. En tegelijkertijd ionen die de oplossing uitgaan, die weer een vaste stof vormen. Met andere woorden, hier aan het oppervlak zijn constant ionen uit het rooster aan het gaan, vrije ionen. En tegelijkertijd zullen vrije ionen samen weer een vaste stof vormen. En dat betekent dus dat op het moment dat deze oplossing verzadigd is, we hier geen aflopende pijl moeten schrijven, maar een evenwichtspijl. Want we hebben hier nu een evenwichtsreactie gekregen. En aangezien dat keukenzout op de bodem een vaste stof is en die ionen opgelost in het water, hebben we verschillende fasen. Dus dit is een voorbeeld van een heterogeen evenwicht. Nou, ik heb nog een voorbeeld voor je. Stel je nou voor je hebt een fles met frisdrank, bijvoorbeeld cola, een van mijn favoriete drankjes. Mijn leerlingen weten dat ook. Daar zit keukenzout, of daar zit koolzuur in. De formule van koolzuur is H2CO3. Nou, je weet, als je die dop losdraait, dan hoor je even, pst, hè, er ontsnapt een gas. En je zult zien dat, dat er belletjes ontstaan in de frisdrank. Nou, dat komt omdat het H2CO3 gaat ontleden. Dus dit koolzuur ontleedt als je de druk verlaagt. En we zien hier dat H2CO3 wordt H2O en CO2. Dat betekent dat de ruimte hierboven gevuld wordt met CO2. En dat betekent dat de druk hier langzaamaan weer oploopt. Dus die druk die wordt weer groter. En op een gegeven moment is die druk zo groot dat daar eigenlijk geen gas meer bij in kan. Dus deze reactie, die snelheid zal afnemen. Er kan niet meer CO2 bij. Nou, op een gegeven moment zie je hier geen belletjes meer ontstaan. Maar betekent dat dan dat er helemaal geen reacties plaatsvinden? Jazeker wel, want we hebben hier te maken met een evenwichtsreactie. Er zullen wel degelijk hier H2CO3 moleculen ontleden, maar tegelijkertijd zullen er ook CO2 moleculen met water uit de oplossing, dat water wat hier nodig is, weer H2CO3 vormen. Met andere woorden, we tekenen hier nu een evenwichtspijl. En omdat dat H2CO3 opgelost is en die andere twee vloeistof en gassen, hebben we hier te maken met verschillende fasen en dus een heterogeen evenwicht. Goed, gaan we nog even kijken naar een verdelingsevenwicht.
Een verdelingsevenwicht, daar gaat ook vaak over verschillende fasen, dus dat is een onderverdeling van een heterogeen evenwicht. Even kijken. Stel je voor, je hebt jodium I2. Is dat apolair of polair? Nou, als we daar even over nadenken, dat is lang geleden, maar I2, dat zijn twee jodiumatomen aan elkaar. En ze hebben dezelfde elektronegativiteit, dus deze binding die is gelijkmatig verdeeld en dat betekent dat deze stof apolair is. Als je dan wilt oplossen, dan lost dat heel erg goed op in wasbenzine en niet zo goed in water. Oké, dus als we dan een reageerbuis nemen met water en wasbenzine, wasbenzine natuurlijk bovenop, dan zal dat I2 oplossen in de wasbenzine. Nou, I2 opgelost in wasbenzine geeft een paarse kleur. Maar betekent dat dan dat er helemaal geen I2 oplost in water? Jazeker wel, er zal wel een klein beetje oplossen. Wat er gebeurt is dat hier I2 moleculen, dat is een beetje slecht te zien met blauw, dat hier I2 moleculen best een keertje doorschieten, want die bewegen natuurlijk en die gaan hier in het water zitten. Maar tegelijkertijd zullen er I2 moleculen teruggaan. En dat betekent dat we hier te maken hebben met een evenwichtsproces. Ik zeg geen reactie, want het is eigenlijk geen reactie. Wasbenzine opgelost in water. Wasbenzine opgelost, of I2 opgelost in water. En I2 opgelost in wasbenzine. Ik heb er maar even WB van gemaakt in plaats van AQ. Maar dit zijn twee verschillende fasen. Het zijn wel allebei vloeistoffen, maar wel twee verschillende vloeistoffasen. En dus hebben we hier te maken met een verdelingsevenwicht. Dat I2 dat verdeelt zich over beide fasen. Goed. Tot zover deze aflevering over soorten evenwichten. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.